Wie de Boer wordt mede mogelijk gemaakt door HS Agri, Bout Advocaten en Abiant Uitzendgroep voor werk en personeel in Noord-Nederland. De landerijen in onze provincie mogen weer worden bemest, maar dat had je natuurlijk al lang geroken. Dat bemesten kan op verschillende manieren. De meest relaxte vorm is het bemesten met de sleepslang. Geen heen en weer gerij meer, want de mest gaat direct uit de gierput naar landerijen kilometers verderop. Adriaan Langerijs in Ten Boer doet het op deze manier en het bevalt hem. Gaan jullie mee mest slepen? Ja. Ja? Jij niet? Ja, ja toch, jij gaat er ook gezellig mee. En papa Adriaan ook mee? Ja, wij gaan ook even mee. Zit er ook geurdetectie op dat ding erop? Zo, dat is wel nodig. Ja. Ja. De hele provincie begint ook alweer te stinken, hè? Ja, maar dat deed hij ook wel eens een beetje, maar... Maar Janne gaat niet mee. Nou, deur de stop. Wat zeg jij? Gaat Janne niet mee? Nee. Janne gaat niet mee, hè? Waarom niet? Nee, die houdt niet van poep. Die houdt niet van poep? Nee. Nou ja. Dan blijft ze toch lekker hier. Wij zijn dol op poep, toch? Hé, hey, ga maar er even heen. Loop eens door, dan kan ik mijn laars even aandoen. Maar daar zijn laars. Oh ja, jij moet wel laars aan. Is het zo? Zeg, Adriaan, waar gaan we eigenlijk heen? We gaan eerst even achter op de erf kijken. Dan zijn ze met een pomp bezig om mest naar achter te pompen. En dan gaan we daarna het land in. Dan zijn ze met een bemester aan het bemesten. Ja. En dan gaan we mest slepen, heet dat zo? Dat noemen we sleepslangen. Sleepslangen is, we gaan het straks eigenlijk wel zien. Ik kan het wel uitleggen. Maar nee, laat maar zien. Ja, vind je niet? Dat gelul al over die brommen. Maar staat je als je naar huis gaat, dan moet je iemand hebben. Als je naar iemand staat, dan ga je naar de andere. Dan ga je naar het voren. Dan ga je eerst naar het erf. Dan ga je naar het voren. Dan moet je weer. Oh! Gaan we? Ja, maar de pomp staat bij de erf, maar... Dit heeft hij van jou zeker, dat gelul. Ja, dat gelul heeft hij, maar misschien ook wel een beetje van Annelien. Die kent er ook wel wat. Ja, is die moe kan er ook wel wat. Het is wel een combi van beide. Hey, ja, dat deed hij ook gelijk. Toma, Fumian. Hoppa. Hey, kom maar, anders duurt het zo lang en dan leg je straks op je rug. Hoppakee. Op naar de mest. Hey Arie, ze zijn daar bezig. Ja. En gaat nou het mest het land op wat jij de hele winter hebt opgespaard? Ja, het is vooral wel de koeienmest die het land op gaat. Maar we zijn in augustus gestopt met bemesten. In de winter groeit het gras natuurlijk niet, dus hoeft er ook geen meststof op. Dus we sparen het de hele winter op. In de kelder onder de stal en in de mestzak hiernaast. En dan gaan dit voorjaar, vlak voordat het gras weer begint te groeien, zorgen dat de mest er weer op zit, want er zitten voedingsstoffen in voor de gewas. En als straks het weer voorjaar wordt, begint het gras weer te groeien. En dan is er de lichte bemesting op. Hoeveel 4000 kub? Ja, 4000 kub op jaarbasis, wat we nu aan mest opgespaard hebben. Wat er zijn 4000 badkuipen vol. Ja, een badkuip is wel kleiner, toch? Oh ja? Ja, ik denk het wel. Een kub is gewoon 1 vierkante meter vol met stront. En, dat klinkt wel als heel veel. Dit is ook heel veel. En daarom hebben we dat systeem van sleepslangen, daarom is dat ook bedacht. En dat, de laatste 10 jaar is het enorm in opkomst. Het is gewoon heel eenvoudig. De trekker staat hier, die pompt het naar achter toe met een enorme slang. Dat gaan we straks wel zien. En daar rijdt toevallig een trekker met een tank. Ja? Moesten al die 4000 kub moesten in zo'n tank. Nou, dan gaat 10 kub in zo'n tank, dus dan ben je 400 keer aan het rijden. En deze die pompt, ik denk 140 kub per uur, als het goed gaat. Nou, laten we zeggen gemiddeld 100 kub. En waar pompt hij dat dan heen? Dat land. En daar sproeit hij het uit? Zo? Nee, dan gaan we straks even kijken. Je kan, als je hier tussen die kuilen doorkijkt, kan je zien dat het eruit gaat. Ja? Ja. Nou, daar komt hij heen. En dat is dan een injecteur? Ja, dat is dan de injecteur. En dit is dan de pomp. Oh, en wat jij overslaat is het transport van hier naar de Zij verzorgen het transport. Maar hoe ver dan? Kilometers lang? Het verste stuk is 2 kilometer weg. Door 1 slang? Ja, we gaan nou even bij de slang kijken en bij de pomp. Maar hoe ver dan? Kilometers lang? Het verste stuk is 2 kilometer weg. Door 1 slang?
We gaan nou even bij de slang kijken en bij de pomp. Mooi heet van de berg. Ben u van de berg zelf? Nee. Hey, gaat het met je goed? Ja, gaat best. Ja? Ja. Hoeveel heb je al gedaan? 1700 kub. 1700 kub? Ja. Dus je bent bijna op de helft? Ja. Jeetje mina. Wat een geweldig systeem is dit. Ja, gaat best. Ja, hoeveel boerderijen doe jij in het seizoen? Oh, dat weet ik niet. Een stuk of 40, 50. Zo. Ja. Dus dit is wel het systeem van de toekomst? Ja, denk het wel. Ja. Je hebt wel een mooi uitzicht, Miel. Ja, hè? Ja. En jij zit gewoon 2 dagen op je kont hier? Ja, elke dag. Ha! Dan word je wel, jij wordt wandel, je wordt hartstikke dik. Ja, we hebben ook een kwart en dan vliegen we mee het land in. Dus ja, dan hoef je ook niet te lopen. Nou, we gaan even op het land kijken. Nee, succes ermee. Yo. Hoi. Hoi. Dus dit is jouw stront. Van de koeien? Ja, van de koeien, ja. Ja. Ja, van de hele winter. Dat sparen we netjes op. En deze is al helemaal leeg? Nee, er zit nog wel anderhalf meter in, denk ik. Oh, kijk, dit lijkt niet dat ik de bodem zie, maar hier zit nog stront onder. Ja. Ja, het is, putten zijn ruim 2 meter diep. Dus daar slaan we aardig wat in op. Dit is wat ze vroeger de gierkelder noemden? Ja, nog steeds. Nog steeds heet dit ja, de gierkelder? Ja, dat is niet veranderd. En dan af en toe is er een ongeluk als je hierin duvelt dan? Nou ja, kijk, wij hebben een hele open stal, dus bij ons valt het wel enigszins mee. Maar als je aan het mixen bent, dan komen er wel blauwzuurgassen vrij. Dat zijn zware gassen, die blijven laag in de stal. En als je stal afgesloten is, dus als je niet goed ventileert, dan trekken die zware gassen naar een hoek toe. En als je daar als boer bent, of je bent in de kelder of je bent in de stal, ja, dan ga je er wel aan, ja. 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 Dus ja, het is wel gewoon levensgevaarlijk. Ja. Het ruikt wel lekker allemaal. Ja, het klinkt stom, maar het is wel de geur van voorjaar. Hoort erbij, hè? Hoort erbij. Hey Adrian. Ja? Er is dus een mestseizoen. Het is, deze week is het mestseizoen open. Ja, het begint 15 februari, begint hij, het mestseizoen. Ja, dan gaan alle boeren met grasland, de koeien, die gaan grasland bemesten. En straks is dat klaar en dan gaan ze naar de akkerbouwers toe, dan gaan ze de tarwe bemesten. En daarna komt de mais. Dan gaan ze mais met sleepslangen bemesten. En dan, dan gaat de rest van het jaar het hele gras gaat hier door. Maar in de winter mag het niet of heeft het geen zin? Nee, sowieso geen zin. Want het gras groeit niet in de winter. En volgens mij stopt het 1 oktober of 15 september, 1 of 2. Zo, jullie kunnen weer lekker poepen hoor, dames. De kelder is al bijna leeg. Ga maar lekker weer kakken. Ja hoor, eet maar lekker weer. Het is bijna voorjaar, je mag er bijna uit. Ja! Eet smakelijk, lieverd. En lekker poepen, hè? Nou, gaan we even naar de injecteur. Ja. Vind je het leuk, die mestsleperij? Ja. Wat vind je er leuk aan? Weet ik niet. Ik vind het mooi om te zien. Mooie actie, hè? Ja. Maar je mag de papa aan. Nou, daar is de boerderij. Ja. Dat is een anderhalve kilometer weg, denk ik, of niet? Ja, dat is een dikke kilometer weg. Tot aan de brug. En ja, we hebben net daar achteraan bemest. Dus in totaal is het wel tegen de 2 kilometer dat ze wegkomen. En ja, we hebben daarachter nog tarweland en maisland. En daar komen ze ook nog wel met de sleepslang als nodig is. En dan vandaar gaat dus die slang naar deze jongen daar. Een soort tussenpomp. Dan houden ze de druk een beetje op niveau. Maar anders ja, dan gaat er te veel druk verloren omdat het zo'n lang transportstuk is. Ja, dan kunnen ze gewoon meer kubus per uur bemesten. Jongens, het is altijd een hele puzzel om te zorgen dat je niet over die slangen rijdt. Nou, ja, dat zou nou typisch iets voor mij zijn. Ja, voor mij ook. Ik ben ook wel eens met zo'n ding bezig geweest en dan trek je die slang aan. En in plaats van dat hij meetrekt, dan gaat hij rollen. Dan is er net een wokkel. En dan krijgen die wokkel er niet meer uit. Dus ik ben niet geschikt voor dit werk. Jij bent geen sleepslangen-expert. Nee, ik ben geen sleepslangen-expert, nee. Verre van zelfs. Oh! Hey Rob, ik
kijk die filmpjes van jou wel eens en jij hebt altijd Wim, heb jij altijd mee? Ja. Maar waar is Wim nou? In de auto. En waarom dan? Nou, dat is toch niet leuk voor Wim? Ja, dan heb ik Wim zo'n strontbak de hele dag in de auto, hè? Ja, maar jij bent toch bij de boer? Ja, ja. Ja. Maar we moeten wel niet overdrijven. Wel een beetje te lusten en niet te lasten. Zo is het. Melden. Ik vind het mest lekker ruiken, maar ik ben er nou wel ongeveer klaar mee. Kloor, prima. Maar we staan er nou ook wel met een neusboom op. Dan weten we het ook weer verder, hè? Dus dit is jouw mest? Nou, dit is onze mest. Ja, dit is jullie mest. Ja. En daar gaat het straks mooi van groeien. Ja, het is wel een schooljaar, hè? Ja, ja. Ja, dat hoort er wel een beetje bij, ja. Dus ja, voor de mensen die kijken, de komende tijd was maar even in de droger. Niet aan de lijn, is beter. Heel veel succes, mooi seizoen, joh. Ja, dank je, kom maar goed. Doei, jongens. Doei. Dit was Bie de Boer. Mede mogelijk gemaakt door HS Agri, Boudadvocaten en Abiant Uitzendgroep voor werk en personeel in Noord-Nederland.